Roll Sound. Rolling. Sound Production Take Two. Aflevering 184 van Theme Talk van zaterdag 18 september 2021. Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. En ik ben Thomas van Groningen. En ik ben Maurice de We Zijn we terug in Nederland? Ja, nou, ik ben nog niet weg geweest. Jij wel? Nou ja, vorige keer zaten we nog in Disneyland Paris. Dat, klopt ja. dat ja. klopt ja. Ja, je zou je bijna ja. vergeten. Hè. Het, is echt zo het was voor jou echt zo'n daguitstap. Ja. ja, dus ochtends heen gereden, 's avonds weer terug. Ja, okay. nou ja, goed. Uh, ja, 's avonds had je nog even een, een overnachtingje in de BB-hotel. Oh, dat klopt. Dat klopt. Was, Zal, het, dat... was het nog wat bevallen of is het uh, voor een herhaling vatbaar of niet? Ja, zeker. zeker. Ik heb ook abonnement ja? genomen. Hè, dus nee, maar BB-hotel. Ja. Dat uh... ja, vond ik best goed. Vond, ja, dat vond ik best goed. Dat uh, was, oh. he ja, was helemaal niet verkeerd. Oké, okay, nee. ik heb in het verleden wel regelmatig mijn afschuw geuit over dat hotel. Het is het ene hotel dat ik echt niet fijn vind slapen. Nou ja, Zoals ik weet het een plank ik, 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 waar je op ligt. Ook wel mensen die toen ik zei dat ik daar had geslapen, die zeiden ja, daar zijn de matrassen heel hard. Ja, nou ja, dat. Ja, dat, dat kan kloppen. Ja, ja de matrassen ja. zijn hard, maar ik, ik ja. Ach, joh. Als je echt heel moe bent, dan uh, ja, slapen je er wel doorheen. Ik, uh... Ik heb hier maar geslapen. Weet je, en de douche ja. is goed. Het, het kostte geen, geen rol 90 euro. Nou ja, dan slaap ja. je toch lekker. Maar we zijn dus wat later ja. deze week. Uh, er was deze week nogal wat, uh, wat te doen in Nederland. Uh, omtrent corona. En uh, mm -hmm. toen was er ook nog eens een keer een minister die vertrok. En ja. daardoor had ik het even wat drukker dan normaal. Maar uh, gelukkig ja, en, hebben we en, weer tijd. En, en, dat, en die drukte rondom corona. heeft ook weer zijn weerslag op de pretparken. Ja, maar minder vergaand dan je zou denken. Maar daar komen we zo op terug. Oh ja. Eerst, oh. Maurice, uh, ja. een veel belangrijkere vraag. Uh, ja. Ik hoop dat je het niet over corona gaat hebben, maar wel nee. over iets anders. Wat is ja. jou deze week opgevallen in pretparkland? Nou, dan grijp ik heel eventjes terug, als dat nog mag, naar mijn pretparktrip van, uh, van vorige week. Uh -huh. Toen was ik dus onder andere in Moviepark Germany, daar begon ik mijn trip. En wat me daar is opgevallen, dat is eigenlijk in de wachtrij van uh, uh, ja, de nieuwe attractie Moviepark Studios Achbaan... Echt een leuke attractie. En dan heb je dus heel veel details. En die kunnen je dus opvallen als je goed kijkt. Nou, ik denk dat je minimaal echt een half uur in de wachtrij kunt stilstaan. Bij maquettes, bij tekeningen, bij noem het maar op, in de wachtrij van die nieuwe attractie. En dat is echt een feest voor het oog en oor. Uh, en als je dus een beetje een, een, een pretpark fan bent, wat je denk ik wel bent. Als je deze podcast luistert. Um, dan zie je heel veel concepten, maquettes en zaken van vroeger en van tegenwoordig van Movie Park Germany. Zo zie je een ontwerpschets van de Lost Temple. Ja. Uh, attractie, daar zie je tekeningen van hangen. Je ziet foto's van personeelsleden... die op stoelen aan het chillen zijn achter de schermen. Uh, ontwerptekeningen van de MP Express destijds. Uh, maquettes van Bermuda, Triangle, Alien Encounter. Er zitten allerlei grapjes tussen. Bijvoorbeeld het ontwerpteam zie je ook met een enorme King Kong die in die attractie weer terugkomt. Uh, Spongebob-figuurtjes, uh, ook verwijzingen naar andere attractieparken. Zo zie je ook wat knipoog naar Arthur the Ride in Europa Park hangen. Premiere foto's van de attractie. Echt een en al details en, en dingen die je opvallen. Het, ja, het, wat ik al zeg, je kunt. Maar makkelijk een half uur per ruimte, zo misschien wel zo'n beetje kijken wat er allemaal te zien is. Echt heel leuk om te zien hoe ze dat hebben aangepakt, die, uh, in die nieuwe attractie. Heb jij hem al gedaan of niet? Nee. Ja, hij stond hoog op mijn lijstje om er naartoe te gaan. Maar dat is toen, uh, ja, uh, Ja, ik, 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 ik kwam er niet van om naar een moviepark te gaan. Maar ik, ik wilde dit najaar wel doen. Alleen dan kom we weer in ja. het Halloween daar. En de Halloween daar is toch ja, wel heftig. Dat is en altijd en, heel en, druk. Ook heel altijd, druk. Hè? En dus ik weet niet of dat een uh, wordt. Maar uh, hij zat al hoog op het lijstje, ja. Ja, ben, ben hij wel is op 23, 23 juni dit jaar. Dus het is echt een verse nieuwe achtbaan. En het is een verse achtbaan. Hij heeft toch Nou, Dat is precies. <laughs> Net als plastic. Het is een multidimensional coaster, zoals het heet. Multidimensional coaster. Dus als je aan boord stapt, dan word je verschillende kanten op gelanceerd. Je gaat vooruit, achteruit, je zit op een draaischijf. Je hebt ja. effecten met rook. Je hebt show effecten. Een auto die met je mee oprijdt, zeg maar, Terwijl jij wordt weggelanceerd. Echt een leuke attractie en sowieso, ja, uh, dat is me ook opgevallen. Ik had echt een heel leuke dag in Movie Park Germany. Ik kan het me gewoon als... niet voorstellen. Wat was er zo leuk dan? Het was lekker weer. Er draaide leuke muziek op Main Street. De personeelsleden waren allemaal aardig. De attracties draaiden goed. Ja, er waren wel een paar dicht. Zoals de Lost Temple of de bioscoop waren dicht, weet je wel. Maar verder, de horeca was gewoon lekker en goed. Het was niet zo heel druk. Van Helsing's Factory was een walk-on, dus je kon zo instappen. Ook de nieuwe achtbaan, Movie Park Studios uh, Movie Park Studio Tour. Die was, uh, nou ja, goed. Tien minuutjes wachten iedere keer. Uh, de nieuwe Excalibur lag er goed bij. Uh, ja, de Highfall was weer leuk. En, dit was echt bizar, zelfs de Bandit, die reed goed. Ik dacht, ik ga er gewoon nog even in. Ja, en dat was gewoon, nou ja, het was, het was geen heel erg aangename ervaring. Maar het was niet zo'n vreselijke uh, tranentrekker uh, als het altijd is geweest. Het heeft er ook mee te maken dat we niet boven de wielen zaten. Dus ik echt wel een aanrader. Dus als je in het karretje gaat zitten, ga dan in het midden van dat karretje zitten. Zodat je mm -hmm. niet boven de wiel als ze zit. Maar echt, uh, ik heb echt, we hebben echt genoten. Het was onze eerste dag van onze prepark tour En uh, ik ga er zo meteen nog wel meer over vertellen. En we dachten, nou weet je, we, moeten, we komen er toch langs. En uh, ja, whatever. We gaan gewoon uh, we gaan gewoon even een paar uurtjes even naar die nieuwe achtbaan. En daarna rijden we weer door naar het hotel. En dan ja. zijn we om drie uur in dat hotel. Nou, we zijn tot sluitingstijd in Movepark Park Germany gebleven. En we zijn toen echt nog, nog s'avonds nog echt doorgereden. Naar het, hotel. het was echt, echt een leuke dag. Ik kan dat, het iedereen aanraden. Dat vind ik echt goed om te horen. Ja. Serieus, want dit is zo'n park wat zoveel potentie heeft. Weet je. Het heeft dat film, ja. het heeft een aantal hele goede attracties. Uh, nog van vroeger. Um, ja. Hoe heet die attractie met die boot ook alweer? Die, uh, ja, die Alien Encounter. Ja. Dat is toch in ja. potentie een hele goede attractie? Ja, ja, ja zeker. In potentie. Uh, goed. <laughs> en, ik vind het eigenlijk altijd al wel best een oké okay attractie. Ja. ja, je moet overal. Dat is wel. Je moet wel overal een moviepark movie park ervoor plakken. Dus, ja, ook okay, als je dacht, nou, voor ja. movie park had ik echt een leuke dag. Maar daarom is het, is het zo, heeft het zo enorm uh, hoog potentieel. Het is, het is niet eens zo ver rijden voor de meeste Nederlanders. Het is, nee. uh, het is vanuit de Randstad, denk ik, net ver als de Efteling. Nou, nah, wel verder. Maar het is, het, is, het is een uur en een half uur, geloof, uh, anderhalf uur geloof ik. Zondag, Zoals mijn in de reclame zouden zeggen, vlak over de grens bij Oberhausen. Ja. ja. Nou, hebben ze die Police Academy show nog? Nee, er waren geen shows. Nee, nee helaas. Nee, helaas hebben ze al jaren niet Maar meer. er zitten zit dus wel verwijzingen naar, in die wachtrij ook weer, van die, uh, van die uh, achtbaan. Oh, dat, dat vind ik leuk. Ik hou van subtiele ja. verwijzingen. Dat ja. vind ik leuk. Ja, heel subtiel is het niet, het, maar het is echt, echt een leuk ding. Uh, dus ja, ik zal er zo meteen nog wat meer over vertellen. Maar Thomas, wat is jou opgevallen deze week in Pretparkland? Nou, dat is wel aardig dat je het vraagt. Het is een beetje een surfverhaal, verhaal, maar dat vind ik dan wel interessant. In Duitsland is een rechtszaak tussen Fantasia Land en de Duitse Belastingdienst. En dat heeft alles te maken met het btw-tarief op pretparken. Mm -hmm. Dat is namelijk 19% btw, uh, terwijl kermissen in Duitsland maar 7% btw rekenen op tickets. Het gaat dan vooral om de entreeprijs. Ja. En Fantasieland zegt ja, maar dat is niet eerlijk, want uh, ja, wij moeten daardoor veel duurder zijn dan kermisexploitanten. De kermis is daarom veel goedkoper dan wij, terwijl wij eigenlijk hetzelfde product verkopen, namelijk ritjes in uh, achtbanen en dingen. Ja, op mm -hmm. zich een discussie om in te komen. Maar nou, ja, veel aardige ja, discussie. Ja. In Nederland, overigens, is die discussie anders. Want in Nederland zitten pretparken in het lage tarief. Entree-tickets. Ja. Uh, in Nederland hebben we dan weer die discussie wel gehad om parkeren. Ook wel aardig. Als je parkeert bij een pretpark. dan betaal je wel het hoge belastingtarief van 21 procent. Er zijn bijvoorbeeld pretparken geweest. Het bekendste voorbeeld is Toverland. Die hebben dat ook bij de rechter binnen af te dwingen. Ja. om te zeggen: nou ja, wij vinden dat wij uh, bij het lage tarief horen. Want als je parkeert bij een pretpark. Dan doe je dat alleen maar om dat pretpark te bezoeken. Dus ja. het is eigenlijk onderdeel van je kaartje eigenlijk. En dat kaartje, daar zit een laag, dat is een laag belastingtarief. 9% in Nederland. Dus ja, uh, hoezo uh, moeten we dan wel 21% op die parkeertickets rekenen? Nou, in eerste instantie won Toverland die zaak. Alleen toen later in een hoger beroep verloor Toverland die zaak weer. Dus uh, ja. die, die vliegen gaat niet op. Het is toch vind, jammer, ja, de, want anders hadden ze de parkeertarief kunnen verlagen. Ja, maar het gek ja, is dus, als je dus uh, als pretpark zegt: parkeren is gratis, maar we maken de entreeprijs veel hoger. dan zouden ze daar in theorie dus meer aan kunnen verdienen. omdat ze dan dus minder BTW hoeven af te dragen. Nou, de Efteling heeft ooit uh, die tickets gehad. Uh, uh, fijn en zo, en, en uh, heel fijn, piek uh, fijn. Uh, en daar zat parkeren dan bij inbegrepen. Maar dan kocht je wel voor één persoon zo'n dure ticket. dat was geloof ik 4 euro duurder. En dan hoef je voor het hele gezelschap geen parkeerticket meer te kopen. Ja, dat is dus wel een truc. Ja. Dat is wel een truc. Maar het, is een beetje, het, is, het heeft helemaal niet zoveel met pretpark zelf te maken. Maar ik vond het wel interessant dat die discussie. Dus niet alleen in Nederland speelt, maar dus ook in, in andere landen. Um, dat nou. dat, dat BTW-tarief op, op, op pretparkaartjes. Ja, in Nederland is dat, dus, is dat dus al het lage tarief. Maar dat verklaart wellicht ook. En, want ik wist dit dus niet. Ik wist mm -hmm. niet dat Duitsland een hoger tarief had. En dit nee. is wat me dus echt opviel. Dit verklaart misschien ook waarom parken in Duitsland allemaal fors duurder zijn dan bij ons. Ja, dat um, klopt wel, ja. Uh, duitse parken zitten bijna al... Uh, de grotere parken zitten boven de 50 euro. Ja. Uh, Moviepark, Park, Fantasieland. En de ja. Efteling is 43 euro nu, geloof ik. Uh, open ja, de, seizoen ticket. dat dat parken in Duitsland inderdaad in een hoge btw-tarief zitten, dat wist ik wel. Maar ik wist niet dat de kermissen dan daar weer een uitzondering van hebben. Ik vind dat dan ook wel weer raar. Ik ja. snap dat niet zo goed. Waarom is dat dan? Ja, ja weet ik ook niet. Ja. Dat, dat, dat zal vast vandaag van aangedacht zijn. Maar... Um, ik, ik vond het een aardige verklaring. Het is ja. natuurlijk niet helemaal de verklaring waarom de parken daar duurder zijn dan hier, want er zitten nog wel iets grote verschillen. Maar het, het, het is het begin van een verklaring waarom Duitse pretparken duurder zijn dan de Nederlandse. Ja, en ik vind Fataziland heeft zeker wel een punt, vind ik. Ja, eh, volgens Towns mij moet de zaak nog. Het moet, uh, moet volgens mij de rechter uiteindelijk nog, dat die zaak, die uitspraak komt nog. Ik, nou. ik, ik, ik heb dit via Loopings hoor, want ik, ik volg over het algemeen het Duitse rechtbank nieuws niet. Mm -hmm. uh, <laughs> Oh. Uh, ja. Nee. Nou ja, goed. Het is, het, het, is, het, is, het is wel een bijzondere discussie natuurlijk. Um, eh, want in Nederland zit het dus pretpark in het lage tarief. Eh, omdat we dat dus blijkbaar ook noodzakelijk vinden. En ook als we van steunen de sector. Ook omdat cultuur, hè, ja. theater, dat soort dingen, zijn ook laag. En dat zou natuurlijk oneerlijk zijn als dat allemaal uh, een ja. verschil zou zijn. Dus zo is het ooit allemaal, hup, gelijk getrokken. Het is een vorm van ja. cultuur. Ja. Dus... Uh, dus allemaal hetzelfde belastingtarief, namelijk laag, hetzelfde btw-tarief. Maar mm -hmm. dat is wel weer dan een interessante stap verder, is dat nu dus uh, de cultuursector. Uh, zwaardere coronamaatregelen opgelegd krijgt, namelijk. Um, een coronapas, hè? je moet een toegangsbewijs laten zien uh, als je mm -hmm. naar het theater wil. Mm -hmm. Dan zegt de Petparken nu weer, ja, maar wij zijn geen cultuur. <laughs> <laughs> dus dit is ook wel een lekker gelegenheid Shoppen. Ja, natuurlijk. Nee, 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 de, daar horen wij niet bij. <laughs> <laughs> nou, ja. het, 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 ik vind dat Fantasieland wel een punt heeft. En het leuke is dat familie Luffelhart die achter Fantasieland zit, is ook ja. een kermisfamilie. Dus die, uh, het kan zomaar zijn dat je, als je ergens op een kermis loopt, in Tilburg of uh, whatever, dat zie je, dan zie je daar gewoon een attractie staan van familie Luffelhart. Ja, Weet je dat? Dan zou ik het helemaal leuk vinden als ze gewoon Fantasieland op wielen zouden zetten. En gewoon één ja. uh, maand per jaar zouden opbouwen in Tilburg. Of gewoon, <laughs> of gewoon Taron zouden opbouwen als, als reizende attractie. Nou ja, dat, dat heb ik dus nooit zo goed begrepen. Je hebt dus, wel, je hebt dus, je hebt dus kermissen. Ja, kermissen zijn kermissen. Het heeft niet dezelfde kwaliteit als een pretparkenbeleving. Mm -hmm. Alleen, waarom is er nooit een rij Ik weet niet, misschien bestaat dit wel hoor. Ik geloof dat er ooit ideeën waren voor een Disney-schip. Maar waarom mm -hmm. is er nooit echt een reizend pretpark geweest? Dus het is niet een kermis, maar mm -hmm. het is echt een reizend themaparkje: met een achtbaan en wat, misschien zelfs een reizende dark ride. Weet je, net zoals je Circus hebt die reizen. Waarom bestaat dit niet? In principe is een kermis toch ooit bedacht als een reis? themapark. Ja, een telepark? kermis is een kermis met schreeuwige dingen. En oké, okay, let's go. En ja, maar wie gaat boe, boe, boe. betalen voor een, een, een... Ik kan er wel een, een stuk rotswerk inklappen en meenemen op een trailer. Maar wie gaat daarvoor betalen dan? Nou, is het toch mooi, doet? Ja, ja, Ik maar... weet het niet. Mm, ja. Weet ik nou, niet. Ja. Een circus thema, hè? Een circus achtbaan. Die zou je nou, gewoon... Die zou gewoon reizig kunnen. Ja. Misschien wel. In uh, Sunakland in Chengdu, in China, is overigens ja. wel een Taron opgebouwd. Hè? Dat is een kloon uh, een, een, een daarvan, in ieder geval. Ja. Het aardig, dus dus, dus Intamin heeft die achtbaan gewoon nog een keer verkocht. Ja. De theming is daar anders. Het is meer ja. bruin dan grijs. Uh, en, en als je de video's naast elkaar ziet, de on video's, dan lijkt die Chinese variant van Taron <laughs> een stuk langzamer dan ja. de Duitse Taron. Het is een beetje een, een bruinige, trage variant ervan, inderdaad. Hoe kan dat? Ja, ik weet je niet. Misschien dat hij nog even moet inrijden of zo. Hij heette ja. Allspeed. Dus uh, het is een. Ja, met een soort stier aan de voorkant. Ongelooflijk slechte naam. All, All Speed. <laughs> ja, ja. ook oh, daarom een je daarom. Zullen we naar Fantasieland gaan even binnenkort? Oh, geweldig. Laten ik zou ook weer een keer een Fly willen. Ik zag laatst weer een video van Fly, en toen dacht ja. ik. Oh, dat, dat, we waren zo lyrisch over Fly mm -hmm, toen. Weet ja. je nog? Nou, thuis, we, we, hebben dat deze, we hebben deze aflevering nog een voice-clip van Jochen. En die heeft hem ingestuurd vanuit Rotterdamburg oh. over Fly. doen dus we die op het, het einde? Meteen, ja, ik wil er nog even over hebben zo meteen. is dus misschien wel het is leuk om die uh, ergens halverwege de uitzending te hebben. Doen dus, we dan eerst even de social media. Ja, zeker. Want je kunt ons volgen, Thomas. Dat kan via twitter.com slash teamtalknl. En daarin vind je onze uh, ja, beslommeringen rondom pretparken. Wat we denken, wat we lezen, wat we vinden, wat we doen. En dan kun je elke dag kun je ons daarop volgen. En dat is een, uh, een Twitter-account waarop we ook elke week een stelling plaatsen. En Thomas, we lopen nog een beetje achter in de stellingen... want we zijn het vorige keer vergeten toen we in, uh, in Disneyland Parijs zaten. <laughs> hè. Zoals het nog vaker gebeurt, als we op locatie zitten... dan zijn we daarin uh, wat, uh, wat, wat slordiger. Um, wat kunnen nou, we wel, hè? Nou, precies. Maar goed, we hebben dus drie stellingen die moeten wij nog even gaan bespreken, Thomas. Uh, de eerste stelling die gaat toevallig over Movie Park Germany en de Walt Disney Studios. Toch twee parken die qua thema in oorsprong een soort van bij elkaar liggen, want ja, het zijn allebei studioparken, het is allemaal met het, het filmthema als grondslag. En ik vroeg me af. Uh, ja, kijk, als je nu gaat kijken naar de entreeprijzen daarvan. Hè? Uh, de ene, het ene park kost 99 euro voor een ongedateerd ticket voor een dag. Dat is de Walde Studios in prijs. En het andere park, uh, Move Park Germany, kost 50 euro per dag voor een ongedateerd ticket. En toen was mijn vraag: stel je moet dat kaartje kopen. Voor welk park zou jij dan gaan? Daar hebben 538 mensen op gestemd. En 65,4%, dus zeg ongeveer twee derde, zegt Movie Park Germany. Dus dat park dat altijd wordt verguisd. Eh, inderdaad vanwege slecht onderhoud, vanwege matige attracties. Hè. We hebben het net nog over gehad: Movie Park Germany. Het heeft niet het allerbeste imago. Daar gaat twee derde van de bezoekers of van de stemmers naartoe. En maar een derde gaat naar de Walt Disney Studios Park. Een park dat door Disney Imagineering is opgebouwd, dat ligt in het drugsbezochte. Nou ja, de drugsbezochte toeristische bestemming van Europa. Toch is dat minder populair, minder aantrekkelijk dan Move Park Germany. Waar zou jij voor gaan, Thomas? De keuzes waren nog één keer. Ga jij voor Move Park Germany met daarin de nieuwe achtbaan Move Park Studios, met daarin de mm -hmm. Van Helsing, met daarin de Pier, met daarin de Drop Tower. Uh, en, en het Nickelodeon land. Of ga je even naar de Walt Disney Studios met Ratatouille, Toy Story Playland met de vernieuwde Cars attractie. En dan meewegend dat je voor Walt Disney Studios 99 euro betaalt en voor ja. Move by ja. Germany 50 Ik euro. Ik heb een abonnement. Ja, maar stel je moet dat kaartje kopen. Oké, okay, oké. Okay. En ik mag als ik naar, naar uh, Walt Disney Studios ga, mag ik niet het combineren met een bezoek aan het Disneylandpark. Nee, nee ok, het is nee, alleen moet, dat park. Eén dag en ja, dan, ga ik, van ook, die ja, dan, dan ga ik ook naar Movie Park Germany. Ja, ja ik dus ook. Ik kan niet of Terror wel heel goed is, hè? Ja, Tower of Terror, ja, ik kan het niet genoeg, maar inderdaad, die staat natuurlijk ook in, in Disney Studios. Maar het is echt een, een hartverscheurend dilemma. <laughs> ja. Maar ik heb tijdens mijn dagje Move Park Germany. Heb ik gewoon heel veel plezier gehad en heb ik mij niet echt geërgerd aan dingen. En in Waldische Studios was dat zeker wel het geval. En als ik me ergens aan erger, dan is dat echt een flinke ben ja, dat, dat, Ik en, ken dat bij jou, dat wordt dan alleen maar erger. Dat stopt ja, dan ook niet. Ja, dus ja, nee, ik ga ook voor ja. Morphe Park Germany. Ja, okay, in de okay, reacties okay. Alex, die zegt: Ja, MovePark met het juiste gezelschap heb ik vorig jaar ervaren dat dit een geweldig dagje plus nachtje uit is. Uh, Pauline zegt: In MovePark Germany krijg je vast meer waar voor je geld. Denk ik, want ik ben er nog nooit geweest. <laughs> <laughs> ja, nee, dat is wel. Ik denk wel dat je een completere dag hebt. En het probleem is wel. Um, maar goed, dat is natuurlijk in, 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 bij Disney ook. Maar mm -hmm. als je Move Park Studios of Movie Park Studio of Movie Park Germany, mm -hmm. zo heet het park. Als je daar uh, op een te drukke dag komt en ik ben er wel eens geweest dat het echt te druk was, ja. dan is het echt een verschrikkelijk lotenpark. Ja, studios, toch ook maar Walt dat, Disney is studios. dat is dat is Parijs, Disney ook, dus ja. echt een goed argument is het niet. Tom, maar, Tom Segers uh, ja. die zegt in Disney Studios betaal je 99 euro voor twee goede attracties en wat fillers. Dan is move By Germany meer en een te show en een show en een leuke show. Ja, oké, okay. maar goed, het klopt wel hè. In move by Germany heb je heel veel kleine achtbaantjes, attractietjes waar je zo in zit. Terwijl, ja, wat is het nou in de studios? In wat is niet? Ja, dus, Nee, maar ja. even heel eerlijk: niemand betaalt 99 euro voor de studio's. Ik bedoel, als je online een ticket koopt. Nou, voor die ik niet. Heb je voor 79 euro één dag twee parken? Oké, okay, maar het is wel een ticket. Dat is, dat gewoon, koop. dat is niemand koopt. niemand koopt een los één dag park. Dat, 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 dat ticket Dat, dat ja. komt zelden voor. Ja, maar goed, in de afweging Hij van bestaat. de prijzen vind ik het wel fair om het zo te bekijken. Oké, okay, oké. Okay. Ja. de tweede stelling de tweede stelling die ging over Europa Park het ligt uh, ja. uh, ook in Duitsland dus toch een beetje in de Duitse sfeer zitten we Thomas ja ik heb tegen een braadvorst nu even. Oh. Zo, zo op het uh, ja, vroeger heet dat Steenbokplein maar tegenwoordig heet dat ja. Maxine Moritz zo van de, de curryworstkraam toch Vers van de, van de barbecue. Lekker, hè? Ja. Nou, misschien is het leuk om hier gelijk even het nieuws bij mee te pakken. Europa Park is voor de zevende keer op rij uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. In Texas waren de Golden Ticket Awards. En de Oscars van de attractieparkindustrie zijn het eigenlijk. Ze worden jaarlijks toegekend door een vakjury met leden uit de hele wereld. En Europa Park ontving voor de zevende maal op rij de award voor beste attractiepark ter wereld. Het viel. Uh, ja, het, uh, ja, en Europark viel ook met Rolantica <laughs> in de prijzen. In de uh, categorie uh, Beste Waterparken uh, viel het op de derde plaats ter wereld. En uh, nog, nou, nog voordat deze uitslag bekend was want ja, dit is eigenlijk een verkiezing die ze ieder jaar zal dus winnen hè, wat ik al zeg, de zevende keer op rij vroegen we ons af: vind jij Europark ook daadwerkelijk de beste pretparkbestemming van Europa? Of misschien wel ter wereld? Nou, daar hebben 637 mensen op gereageerd. Uh, 65,3%, dus ook weer bijna twee derde, zegt ja, leven Europa Park. Beste pretparkbestemming van Europa hè? als je gaat meerekenen: uh, themapark, de attracties, hotels, Second Gate ja, Atlantica, ja, ja. Ja. horeca, entertainment sfeer, prijsstelling, nieuwigheden. Dan zegt 21,4% nee, Disneyland is beter. 10,4%, mm. 10,4% ja. 10 zegt nee, iets anders is beter. Dus dat ja, kan Efteling zijn of. Drie of Porta Futura, Toverland, Vatageland, Vatageland misschien wel. Nou, dus dat zegt 10,4% en 3% zegt beste ter wereld zelfs. Dus twee derde van onze stemmers vindt Europa Park de beste pretparkbestemming van Europa. Ja. Heftig? Ik denk dat dat klopt, als je, het is met Ropelandica erbij hè? ja als je alles merkt gewoon de beste preparatie dus bestemming dus het, to ja. het totale resort dus met alle facetten als themapark attracties hotels Second Gate Atlantica de horeca ik denk dat ik het daarmee eens ben ja ik denk dat ik het daarmee ja ik mee. misschien ook wel maar dat, dat neemt niet weg dat er nog wel heel veel aan te merken valt er zitten natuurlijk ook verschrikkelijke attracties in hè de, ja de, dat maar, spookhuis. ja maar alles, en, wat, en, en, alles wat niet goed is aan je tripje naar Europa Park dat is een beetje Duits en cringy en weg te weg te lachen en gewoon Duitse kits voor alles ja. wat niet goed is aan je bezoek aan Disneyland. Dat is gewoon slecht en ergelijk. Zoals matige horeca, matig personeel, matig onderhoud, geen nieuwigheden. Weet je wel. Ja, nou weet, weet je, wat ik wat ik het grote verschil vind, is, is um, en dat, 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 dat vind, kijk, bij Europa Park heb ik ook wel eens het gevoel dat ik denk, nou, ze proberen het geld wel uit mijn zak te kloppen hier. Het ja. mag allemaal wel wat kosten. Uh, maar wat ik er dan voor terug krijg, daar zit altijd dan iets van een flair omheen. Of ja. iets waarvan je denkt van: maar dit is wel echt heel goed, weet je wel. Ja. Uh, dus het eten dus, is heel goed. Uh, dus ja. iets bijzonders of iets dat je denkt: nou, dit is, dit is het geld wel waard. Ja. Uh, terwijl ik bij andere attractieparken, het <tus> is Parijs, mm -hmm. toch dan denk: goh, dit is wel een heel duur restaurant. En als ik er dan ga eten, dat het vervolgens gewoon niet tevreden is. Om een voorbeeld te geven, ja. en dat de service ook nog eens slecht is. Precies. En dat, dat, dat het behang sinds 1992 niet uh, vervangen is ja. door het afbladdert. Ja. Ik noem even iets. Nee, en ja. dat, is, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk wat het grote verschil. Dat, dat, dat de money grabs, dat doen ze allebei, daar dus zijn ze allebei net zo schuldig aan. Uh, maar uh, bij de een, ja, daar geneer, zouden ze zich echt generen als het slecht is. En bij dat andere park, ja, daar accepteren ze dat er af en toe mensen een slechte ervaring hebben. Ja. Nou ja, precies. Ja, in de reacties gaat, zegt men dat eigenlijk ook. Hè. Uh, Chris Sai zegt: Ja, objectief gezien is Europa Park de logische winnaar. Geweldig park, pareltjes van hotels, tegen een aanvaardbare prijs. Maar stel ik de vraag hier thuis, dan heeft Europa Park geen kans. Want Disney is magie. Ja, en dat is misschien dat is precies de, de reden waarom Disneyland nog steeds zo'n enorme publiekstrekker is. Hè. Uh, maar, ja, als je deze vraag 15 jaar geleden had gesteld. Ja, dan is iedereen Disney. Nee, nee, maar in, als je deze vraag 15 jaar geleden had gesteld, dan was deze discussie niet gegaan tussen Europa Park en Disneyland. Maar dan had je als voorbeeld het Disneyland en de Efteling genoemd. En dat is interessant te zien hoe ja. snel Europa ja, Park ja, gegaan ja, ja, ja. is. Ja, ja, ja. En hoe, uh, hoe, ja, hoe uh, enorm ze in KCH zijn ingehaald. Maar goed, dat is, mm -hmm. mag geen verrassing zijn. Uh, uh, maar dat, dat is wel. Dat is, ik vind het wel interessant te zien dat, dat de Efteling niet eens meer een onderdeel van deze discussie is. Ja. Terwijl ze toch ook twee vakantieparken hebben een hotel en een park met uh, toch uh, ja. ruim vijf miljoen bezoekers. Ja, dan zeg je wat. En, uh, en dus... het ligt in Nederland. Uh, ja. ja. De bakermat van Teamtalk. Talk. Ik, ik, ik ja, ken best wel mensen waar, die komen ik... wel vaak van buiten Europa... maar die zouden misschien wel de Efteling aanwijzen en niet Europa Park. Ja. ja. Misschien omdat het zo dichtbij is voor ons Nederlanders... en ook voor ons Belgen is het niet bijzonder of zo. Misschien dat het te weinig vernieuwd is... Uh, ja, maar dat, dat er vind ik groei het in zich. Ja, en uh, dat vind het ook Efteling... niet het totaalplaatje. Heeft hè? Ja, Ik vind dat Efteling, Efteling heeft... park. Nou, ja, Efteling heeft sinds 2015. dat Baron, Symbolica, Nieuwe uh, Loonse Land, ja. uh, Nieuwe Uitbreidingen, Bosrijk. Je staat er ook niet stil. Ja, maar het heeft niet die, al die randzaken. Je kan je er niet s'avonds van maken. Het heeft geen goede bars. Nee, ja. het heeft geen goede restaurants. Nee, dat heeft, heeft Efteling allemaal niet? Nee, dat is. En wel... dat zijn allemaal randvoorwaarden ja. die het wel uh, als bestemming beter. Maar ja. dat is namelijk. Want al, al, als je bij Europa de, de, de goede restaurants in de hotels en de bars weghaalt... Ja. vind ik het al een stuk minder. Het zijn de dingen waarvan je als je s'avonds in je bed ligt... waarvan je dan denkt van... Oh, wat was dat eten lekker. Wat was dat uh, en wat ging de attractie ja. toch snel? Of je denkt... Oh, dat, oh, dat, oh, die pizza ligt er wel zwaar op de maag. Zeg. Van dus wat is de conclusie die. hier? Efteling heeft betere restaurants en betere bars nodig. Ja. Nieuwe gelagkamer. Ja. ja. Uh, en een paar echt goede restaurants. Niet die troep. Die, maar dat 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 is dat dat is eigenlijk het grote verschil tussen europark en efteling bijna maar mm. je op o, in deze discussie ja. voert nou ja, 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 ja. Ja, wel, ja. wel leuk wel leuk wel ja. leuk drie ja. kwart zegt er tussen nee 65 procent ja, dat twee, het nou? twee derde twee derde vindt europark het beste van veel. europa ja ja veel. en dan heb je nog een andere stelling en dat is over de onvrede onder efteling abonnementhouders ja, daar kunnen we eigenlijk snel doorheen gaan. Uh, ja. Wat hebben ze nou weer te zeiken? Al ruim een jaar heerst er onvrede onder Efteling abonnementhouders... over het reserveringsbeleid of over het algemene beleid... de compensatie of de staat van het park. Sommigen hebben zelfs na jaren hun abonnement opgezegd. Heb jij een abonnement op de Efteling? Nou, daar ja. hebben er 551 mensen gereageerd. En 53,7% zegt nee en wil ik nu ook niet. Uh, 26,9% zegt ja, heb ik en ik ben erg tevreden. 15,8% zegt ja, maar ik wil wel opzeggen. En 3,6% zegt nee, ik heb geen abonnement, maar ga ik wel kopen. Nou, nu is het natuurlijk wel zo dat Twitter heeft maar vier antwoordopties heeft. Dus er zijn wat opties die ik, die ik nog eigenlijk had willen toevoegen, zoals ja, heb ik wel. Nee, ik ben niet tevreden, maar ik wil hem ook niet opzeggen. Maar goed, dat vind ik dan weer zo erg tussen die andere opties inzitten. Dat ik dacht, ja, dit zijn dan de vier uiterste eigenlijk qua, uh, qua antwoordopties. En als je het daar allemaal niet mee eens bent, dan moet je maar even in de reactie zeggen wat je dan vindt. Een um, Amsterdijk zegt er ook: van... ja, ik snap dat de stelling moet prikkelen, maar deze keer zijn de keuzemogelijkheden echt niet toereikend genoeg. Uh, en ook vooringenomen. Ik ben momenteel over <laughs> ja. veel, veel niet tevreden in de Efteling, maar het is uh, corona die mij de besluit voor de eerste keer in mijn leven een abonnent te nemen. Zelfs uh, Tim, die is wel. Die heeft er wel eentje, maar die is niet tevreden mee. Uh, maar daar geniet er toch wel van als ik in de Efteling ben. Alsof ik een loterij heb gewonnen. <laughs> Vind een tijdslot? Ja. Tim van Oekel, dat is een ander Tim die zegt: Ja, ik heb een abonnement op de Efteling, maar ik ben niet tevreden zoals het nu gaat. En, maar ik ga ook niet mijn abonnement voorlopig opzeggen. Nou, dus het, is een beetje, het zit er allemaal een beetje tussenin. Ik merk wel veel onvrede onder, inderdaad, als je bijvoorbeeld de Efteling-abonnementhouderspagina's bekijkt op Facebook over het niet kunnen reserveren. Of inderdaad, bepaalde maatregelen die er worden getroffen. Mensen zijn er toch wel, ja, mensen zijn er toch ontevreden over. Um, en veel vaste abonnementhouders lijken ook weg te lopen. Ja, ja. Ja, dit is gewoon een probleem wat ze hebben. Weet je, dat reserveringssysteem is een drama. Goed, daar hebben we al zo vaak iets over gezegd. Ja het, is, ja, het is, het is, het is. Ja, ik heb hem nog. Maar ook omdat ik het. Dat ik weet dat als ik hem opzeg, dat ik dan over drie, vier weken denk. Oh, ik wil een dagje naar ja. Efteling. En dan weet ik dat het goedkoper is ja. om gewoon zo'n passie te kopen. Maar ik vind ook inderdaad de manier waarop ze met ons omgaan. Ja. ja, ik ben er geen fan van. Ja, Tom Segers, die valt het goed samen. Het probleem is, zegt hij. Het is een beetje dat ik me in het, in het park wel steeds amuseer. Daar is je wel gastvrijheid. En wordt er op een doordachte manier met de gasten omgegaan. De problemen in het park. Lage capaciteit door corona, personeelstekort, weinig groen. Ze mij ook begrijpelijk. Maar buiten het park, oh jee, daar gaat het behoorlijk fout. Vreemde communicatie in de media. Gasten van het vakantiepark niet s'avonds binnenlaten nadat ze hierover betaald hebben. Mensen van het vakantiepark maanden laten wachten om opnieuw te reserveren. Omdat nieuwe klanten voorgaan. Abonnementhouders niet laten reserveren, terwijl er nog wel plaatsen zijn voor daggasten. Wat overigens totaal onwettig is. Geen opties geven om je geld terug te vragen. Eh, Communiceren dat je met een avondtik een heel lange dag hebt. Want na tien uur is er nog Aquanura. Om dan vervolgens toch. Akanura vroeger te programmeren, nul controle in het park op afstand houden, niet coolant omgaan. De verlengde tickets staan te ja, ja, ja. ja, goed. We kennen het ja, allemaal wel ja, inmiddels. Ja, 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 ja. ja. ja, ja ik denk ja, dat ja, ja, Tom ja. valt het daarmee goed samen. maar goed. Drie stellingen, uh, elke week weer een nieuwe. Uh, hele, ja, hartstikke leuk. Stem, allemaal lekker mee en uh, veel plezier. <laughs> veel plezier, groetjes. Ja. Hey, dan nog even Petje, Hebben af. Hebben we ook nog, ook nog, jullie ja. vergeten uh, op Petje, af slash Theme Talk. Daar vind je nu voor onze Petje, af support een. Audio-tour, kan ik hem zo noemen? Ja, van denk Manor, het wel. of ja, meer een opname? Wat is het? Leg even uit. Nou, we zaten dus in, in Disneyland Prijs met de opname voor uh, de afgelopen aflevering. En het was, ja, aan het einde van de dag was het rustig en we dachten we gaan in Fenten Manor. en er was helemaal niemand. En we zijn toen, Thomas. Dat was fantastisch. Het uh, was Privé in Fenten Manor gegaan en we hebben eigenlijk, uh, we zijn begonnen op Hill met onze opname. Daar hebben we, uh, we zagen echt al, 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 nou ja, tien minuten lang niemand naar binnen gaan. Toen zijn we richting ingang gelopen en toen hebben we daar onze microfoon aangezet. En we hebben onze mond gehouden, een kwartier lang. Hoor je dus niets van ons, maar hoor je dus wel een prachtig stereogeluid. De nieuwe tour van Phantom Manor met de voice-over van Vincent Price. Met de stretchrooms, met de foyer, met de gangen. Met alles van instappen tot uitstappen. Elke seconde, elk geluidseffectje, alle zuchtjes wind, alle krakende deuren. Alle stemmetjes hoor je allemaal prachtig en dat is allemaal te beluisteren via patjeaf teamtalk En um, uh, dat sluiten we dan ook weer af op Boothill. Terwijl we nog een beetje een rondje maken over die uh, duistere ja. tombes. Terwijl we uitkijken over de prachtige Rivers of the Far West. We hebben één nieuwe support op petje.af slash TeamTalk. Je kan daarbij horen. Het is deze week een terugkeer volgens mij, want hij was als eerder petjeafnemer. Maar ah, hij is weer terug, Jonathan de Rijk. Nou, welkom terug, de verloren zoon. Dankjewel, Jonathan. En heel veel plezier met alle bonus-content die op petje.af staat. Super, dankjewel. En er komt binnenkort wat nieuws bij. Oh. Um, Maurice, voordat we naar alle uh, onderwerpen gaan. Ja die uh, we hebben, wil ik even één ding uh, tegen je aanhouden. Dat is zo'n verschrikkelijk kantoorterm, maar mm -hmm. dit is wel echt een aardige. Ja. Uh, heb jij de foto's gezien van uh, Space 220? Het nieuwe restaurant in Epcot. Ja, ik dat is een, dus een paar, restaurant. Ik heb een paar detailfoto's gezien, ja. Maar het uh, ja, in, in de hoek naast, naast de... de uh, zo, ik ben even de naam kwijt, Test Track. Ja. Zeg ik zeg Car Test, maar Test Track, zo heet die attractie. Ja, ja, ja. Daarnaast in die hoek, in, in de buurt van het nieuwe Guardians of the Galaxy attractie Cosmic Rewind, die nog open moet gaan, gaat nog heel lang duren, ja. daar heb je dus Space 220. Dat is een restaurant waar je binnenkomt en dan moet je, krijg je een boarding pass. En met die boarding pass ga je in een lift en die lift die heeft van special effects. Zogenaamd ga je de ruimte in oh, en dan kom je in een restaurant en dat restaurant lijkt dan in de ruimte te zijn en dan heb je hele grote ramen en achter die ramen zie je in de verte een ruimte aarde. Ja. Oh, Oké. Okay. Heb je die beelden gezien? Nee, ja, nog niet heel goed. Ik heb wel wat details gezien. Dat je bijvoorbeeld bij de toiletten hangen botjes met uh, astronauten. Dus dan heb je ook een astronautenbaby. Ja. Die, die duidt dan de schoonplek aan. Dat is grappig. Ja, en er staat ook bij het boven het toilet hangt een bordje. En letterlijk boven waar je poept of plast hangt een bordje. In the unlikely event of an artificial gravity malfunction, fluid vacuum containment system will engage. Oftewel, <laughs> als de zwaartekracht hier wegvalt, dan, uh, want dat is het verhaal, hè, er is zogenaamd artificial uh, gravity in mm. dat restaurant, want je zweeft natuurlijk in de ruimte, maar mm. je bent niet gewichtloos. Uh, mocht dat dan gebeuren, mocht dat uitvallen terwijl je zit te poepen, dan uh, wordt je poep naar beneden gezogen. Dat is het bordje <laughs> wat boven het toilet hangt. Ja. <laughs> Wel grappig. Ja, zeker. ja. Maar, maar uh, wat ik dus zo cool vind... in uh, de grote attractie waar we het al heel vaak over hebben gehad... Rise of the Resistance, de Star Wars attractie in, in Hollywood Studios... Mm -hmm. daar zit dat effect in dat je langs ramen rijdt ja. met je karretje... en dat je naar buiten kijkt en dat je de ruimte ziet. Ja. En wat er gebeurt is, als je dan rijdt... is dat je dan uh, een soort van diepte ziet. Dus je ziet dingen in de ruimte langzaam verschuiven... Nou ja. heb ik altijd gedacht dat dat een effect was, maar misschien was ik naïef dat dat zo was: dat, het, dat een computer wist, oké, okay, het karretje rijdt nu. En dat daardoor de beelden op, op een enorm beeldscherm in de verte langzaam verschoven. Ja, dat het, dat het meebeweegt met jouw blikveld. Dat is dus niet helemaal hoe het werkt. Oh. Er zit dus, het, het is dus een heel groot scherm dat in de verte staat. Mm -hmm. En dan, zit een, dan heb je een raam, maar achter dat raam zit een soort van gebolde lens. Waar je doorheen kijkt. Waardoor het ah. lijkt alsof je diepte ziet in dat scherm. Maar het ziet, er, het ziet er onwijs realistisch uit in die attractie al. Maar moet je je voorstellen: in dit restaurant en die ramen volgens mij nog veel groter. Ah. Uh, het ziet er echt heel indrukwekkend uit. Dus het, 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 hoe ik het kan beoordelen, is dit best wel vet. Ja. Het is eigenlijk een heel simpel idee. Ja. Ja, gewoon, uh, je zit binnen en we, in plaats van ramen hebben we beeldschermen waarop je de ruimte ziet. Uh, waar volgens mij ook af en toe nog wel eens uh, in, uh, een, een, een astronaut voorbij komt of zo. Mm -hmm, mm -hmm. Maar het is, dus, het is dus, het ziet er dus, nou ja, ik zal niet zeggen 100% overtuigend uit, maar het ziet er vrij realistisch uit. Het heeft, het, het, je hebt echt het gevoel van ruimte en diepte in die, in die nep ramen. Dat ja. is wel cool. Ja, wat vet. Ja, ik ben, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Uh, ik weet niet, kun je er ook gewoon heen lopen om te kijken of moet je daar dan ook gelijk eten? Nee, je moet reserveren en... Uh, Ah, en, okay. uh, en, en, en natuurlijk op geld betalen. Maar ik, als ik het menu zo een beetje zie. Uh, oh, deze mensen kregen een testmeal. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een mediadag. Ja, het is geloof ik drie ja, gangen. Zie, uh... het is drie gangen voor 79 euro. Happathé. Dus nee, de, 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 de tartaar ziet er lekker uit. Het is wel semi-culinair. Het is dus niet. Het is, ik zie hier, ze hebben ook vegetarische gerechten. Blue Moon Cauliflower, nou, dat ziet er wel lekker uit. Ja, de Starry Calamari, dat is de calamares, weet je, inktvissenringetjes, maar dan met sausjes en dingetjes, ziet ook wel lekker uit. Ja. Uh, Florida Red Snapper, with fried potato wedges. Nou ja, het eten ziet er allemaal goed uit, weet je, dat is allemaal, en dat hebben ze ook extern bedrijf, doet het, hè? dus een, 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 een gerenommeerd restaurantbedrijf. En volgens mij ging hier ook een sterrenchef uh, aan, de, aan de slag, volgens mij. Ja, dus dat het ziet, het ziet er allemaal, dat ziet er allemaal heel goed uit. Nee, dat klopt ook wel. Dat hebben ze goed voor elkaar. Ik ben wel benieuwd. Ik wil er op zich wel aan toe. Ik hou niet heel erg van space en technology en science fiction. Maar het is wel, ik denk wel, qua thema wel vet om daar in ieder geval uh, je hamburger te eten. Maar goed, uh, voor die prijs. Ja, ik, ik denk dat dit restaurant wel een succes is. Het is een, het is een, het is een be our guest, maar dan wat stoer. Ja. ja, het is het signature restaurant eigenlijk van Apple, van denk ik dan? Hè? Of niet? Nee, ja. ja. Maar goed, dan heb je ook nog natuurlijk in Frankrijk. Uh, en we uh, hebben natuurlijk nog een sterrenrestaurant. En uh, er, zitten nog, er zijn nog wel meer restauranten natuurlijk. Ja. Zo het Epcot wel goed in het eten. Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> het beste pretpark met het beste eten van de wereld... Mm -hmm, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Maar wilde ik even met je... Ik vind dat, het zo'n simpel idee. En het werkt zo goed. Het doet mij dus heel erg denken aan... Um, ja, je hebt dus Journey to the, uh, to the Center of the Earth. Dat is in uh, Japan. En dan ga je ja. ook in een lift... En die lift die geeft je het idee dat je echt nou ja, kilometers onder de aardkost gaat. Want je stapt ook door dezelfde deur uit als in, zeg maar. Uh, oh, en, ja, ja, en dat ja, ja, werkt ja. dus zo dat, uh, spoiler, als je dat niet wil weten, dan moet je even doorskippen. 3, 2, 1, spoiler. Die lift gaat dus daadwerkelijk omhoog. Maar je denkt dat je heel erg naar beneden gaat. Dus je voelt ook dat je echt beweegt. En het mooie is dat als je ze uitstapt, dan heb je ook echt het idee van, wow, het is hier vet diep. Maar dat is het dus helemaal niet. En de lift die bij dat Space 220 uh, restaurant zit... die gaat maar één verdieping omhoog. Maar die is dus wel zo inderdaad ingericht... dat je echt ook weer hier honderden kilometer omhoog lijkt te gaan. En dat is toch gaaf dat je met een lift zo'n effect kunt bewerkstelligen. Ja, ik vind het niet altijd geslaagd. Ik vind bijvoorbeeld die uh, in Gringotts, mm -hmm. in Universal... Mm, ja. hè, daar ga je zogenaamd uh, heel diep die, die bank in... Ja, ja, dat snap ik ja. wel. Dat je dat inderdaad. Die vond ik niet zo overtuigend. Maar volgens mij. beweegt en... die, ook. Ja, die, die trilt gewoon een beetje de vloer, toch? Maar volgens mij je... Ja, weet ik niet. Ik vond dat niet zo. En ik kan me ook zo'n lift herinneren in Bobbyaanland. Ja, bij de, bij de Forbidden Caves. Ja. Nou, dat is, die, die, daar, daar doen ze niet eens hun best om de illusie te creëren. Daar hebben ze een schermpje op gehangen, dat nou, is het. Maar nou, bij de Lost Vreselijk. Temple in Movepark Germany hebben ze dus wel een bepaalde techniek dat je ook door dezelfde deur erin gaat als waar je eruit komt. En dat vind ik wel vet. Ja. Dat is cool, ja. Overigens, uh, nog wel leuk. Uh, uh, over mooie liften gesproken. Ik zag er van de week weer een filmpje voorbij komen. <laughs> omdat het natuurlijk 11 september is geweest. Oh, ja. uh, en het was 20 jaar geleden de aanslagen op uh, het World Trade Center. Uh, maar toen kwamen er dus weer beelden op, uh, op TikTok, weet ik veel, voorbij. Van die lift in One World Trade Center. Dat is de mm -hmm. nieuwe toren die daar staat. Ja. Ben je daar geweest? Nee. nee. Ben je überhaupt ooit in New York geweest? Ja, vier uur voor een overstap. Oh. Ik kan aanraden. Maar die lift is heel vet. Naar, naar One World Observatory. Dat is helemaal bovenin. Mm -hmm. uh, dat is een lift. En uh, de ramen van. Het is een lift zonder, uh, zonder uh, uh, ramen, niks. Het is gewoon een donkere lift. Maar uh, ja. de muren zijn schermen. Ja. Zo moet ik het zeggen. Ja. En wat je ziet dus als je instapt, is je ziet dan Manhattan. Uh, het is een animatie. Dan zie je Manhattan honderden jaar geleden dat er nog niks was. Gewoon uh, mm -hmm. uh, ja, zand en, en, en gras en wat bomen. En terwijl je omhoog gaat, wordt om jou heen New York opgebouwd. Dus dan zie je dat is een heel, dat is een heel cool effect. En je gaat, die lift gaat super snel omhoog. Ja, zie je die torens met skeletten en zo. Ja, ja en honderden etages omhoog. Uh, en dat, dat is echt cool. En dan kom je boven en dan kom je uit die lift. En dan denk je, waar is dan het uitzicht? En dan kom je in een andere ruimte. En dan heel op het Amerikaans komt natuurlijk grote muziek. En dan klapt er een, 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 een soort van paneel weg. En dan denk ik, papa, zie je zo ja. de skyline van New York. Heel vet. Maar ja. die, die lift, dat is ja. D, 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 maar daar eh, hebben ze dus zo gedaan dat, dat de beweging die de lift maakt. Die matcht de animatie. Ja. En dat is natuurlijk iets, dat is het tegenovergestelde. wat, wat, wat Disney hier doet. Mm -hmm. Namelijk eh, jou eh, met een animatie het gevoel geven. dat die lift veel harder en sneller ja. gaat. dan die daadwerkelijk gaat. Ja, vet. Doet mij een beetje denken ook aan die lift in. Uh, de Euromast in Rotterdam. Daar zit ook volgens oh, ja. mij licht- en geluidseffect in. Heel lang geleden ben ik erin geweest. Toen draaide volgens mij nog de muziek van het spookslot. Dus dans, macabre. Ja, wil ik ook wel een keer ja. toe. Ja, volgens mij wel. het is echt lang geleden. Hoor. Eh, ik weet niet of het, bovenop de Euromast mm -hmm. staat de Space Tower. Ja. Uh, dat is die naald, hè, waar je zo in zo'n karretje ja. zo langzaam omhoog gaat. Mm -hmm. Heeft overigens familie van mij nog aan meegewerkt oh. om het ooit op te zetten. Maar uh, de, ik weet niet of het nog steeds. Want ik ben er echt al heel lang niet meer geweest. Ik weet niet eens of het nog open is, de Space Tower. Maar Geen idee? Uh, uh, heet het überhaupt wel Space Tower? Euromast Space Tower. We googelen live, hè. Dat kan gewoon in deze podcast. Mm -hmm. uh, ja, Google. Ik ga akkoord. Space ja, Tower. Ja, hij heet nog steeds Space Tower. Hmm. Ja. Zo stuur ik het je, je rond. Hè? Space Tower, Space Tower. 85, 20. 85 meter bovenop de bovenop de Euromast. Anyway. Ja. Um, uh, 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 ik weet niet of het nog steeds, maar ooit was het zo dat 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 uh, als je de Space Tower instapte, dat was dat dat bakje wat dus om die paal heen zat, dat zat. Um, dat, dat was, dat, 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 dat was ingesloten. Dat was binnen. En dan kwam er allemaal rook in de rookmachines aan. Ah. En dan kwam er prrr, heftige muziek. Oh. En dan was het net alsof je gelanceerd werd de ruimte in. Maar dan ging je oh, in werkelijkheid... Oh, okay. je... <laughs> dus een oude katrol. Heel langzaam omhoog. Uh, ja. Oh, wat cool. Ik ben er al jaren niet meer geweest bovenop de Euromast. Wil ik ook nog een keer naartoe. ja Ben je überhaupt wel eens bovenop geweest? Ja, dat wel. Dat oh ja, goed. tuurlijk. Want die hebben het over de lift gehad net. Ja, ja lang geleden. <laughs> en lang weet joh. je ooit... Leuke fun fact, waarom is de Euromast ooit gebouwd? Uh, Als zendmast? Nee, okay. ter ere van de Floriade. Oh, ja, Floriade is ja. mooi, hè? Mooi projecten zijn het altijd. Ja. tientallen miljoenen overheidsgeld. Maar we hadden het dus over Space 220 en Liften. Ja. Moet je nagaan hoe snel we kunnen gaan? Nog één lift die ik eruit wil lichten. Uh -huh. Nu toch over gekke bijzondere liftervaringen zitten. Ja. Uh, het Atomium ken je in Brussel. Ja. En uh, het atomium in Brussel heeft dus in het midden een, een paal die recht omhoog gaat. Naar de bovenste bol. Mm -hmm. En uh, daar zit een lift in. Ja. En dat was ooit de snelste lift ter wereld. En als je daar een kaartje koopt. En ze hebben het nu, omdat het in de jaren 50 is, hebben ze helemaal een jaren 50-thema aan dat gebouw gegeven. Dat is wel cool. Ik vind de jaren 50 ook een interessant. Tijdperk, hè. toen kregen we ineens heel veel geld en toen ging, begon een beetje de welvaart en toen gingen we ineens heel gek innoveren en alles moest modern en hip. Mm -hmm. Wel co coole tijd, dus dat, dat je gaat terug naar de jaren 50 als je dat atoom in ingaat. Ja. Heel gaaf. Ja. Maar die lift, dan word je helemaal warm gemaakt. Als je een kaartje koopt, dan zeggen ze: Hé, dit was ooit de snelste lift ter wereld. Nou, dan denk je: oh, dit is wat. En wat die lift heeft, dat is ook cool, heeft een glazen plafond. Dus als je erin gaat staan, oh. dan zegt ook die operator: die zegt dan: kijk naar boven. En dan kijk je zo, die lift tunnel in, er zitten lampjes in, prachtig gemaakt. Maar dan denk je, snelste lift ter wereld. Nu gaan we het meemaken. Nu schieten we ineens naar boven. Dat ding gaat traag, joh. Dat is niet. <laughs> ik denk dat je met de trap sneller bent. Ja. Echt. Dat nou, <laughs> was dus ooit de snelste ter wereld. Ooit. Ik weet alleen bij het Atomium. Het enige wat ik daar dan weet. Het verhaal is van het. Uh, dat dat vanwege auteursrecht. Dat je daar geen foto's van mocht publiceren. Maar dat is nu vooral. Van het Atomium? Ja. Op Wikipedia moet je eens kijken. Auteursrecht. Dan zie je staan. Uh, bij, het, bij het kopje auteursrecht. Bij het Atomium. Dan zie je zo'n. Zo'n zwarte vlek op de plek waar het atomium staat op de foto. Uh, gecensureerde afbeelding voordat de vrijheid van Panorama gold. Want België kende tot 2016 geen vrijheid van panorama, waardoor er beperkingen waren op het commercieel gebruik van foto's van het monument. De erfgename van de ingenieur die het heeft gemaakt bewaakte actief het auteursrecht op afbeelding van het atomium. Eind 2015 dienden leden van uh, verschillende partijen een wetsvoorstel in. Dat panoramavrijheid invoerde. door een wijziging in het wetboek van economisch recht. Deze vrijheid slaat wel op enkel werken die permanent in het openbaar domein aanwezig zijn. en op afbeeldingen van het werk. zoals het zich in de natuurlijke omgeving bevindt. Dus je mocht voorheen geen foto's van het atomium. commercieel publiceren. belachelijk. Ja, inderdaad. Maar goed. <laughs> Thomas, ja. over commercieel ja. gesproken. Ik zal het even hebben over mijn. Per parktrip. Ik dacht, ik ga deze ja, week ik hebben. Ga, ik leun even achterover. Ja, goed. Over. Ik ga deze week hebben over Move Park Germany en Tripsdrill. En volgende week ga ik het hebben over Europa Park en Rolantica. Ja, en Disneyland hebben we eigenlijk al besproken in Disneyland zelf. Maar goed, deze week Move Park Germany en Tripsdrill. Move Park Germany, het is een park. Ja, je bent er zo inderdaad. En het is een park dat al best wel jarenlang bezig is om langzaam en beter de boel een beetje te verbeteren. Er worden investeringen gedaan. En dat zie je ook wel terug. De kwaliteit wordt echt hoger. Uh, de, de, de sfeer in het park is ook beter dan jaren geleden. Ik vind ook wel onderhoud zijn er grote stappen gemaakt. Retrack van Bandit, sommige stukken. Um, een toevoegen van nieuwe achtbanen. Hè. Ik had het al even over de Movie Park Studios achtbaan. Een lastige naam trouwens. De Movie Park Studio Tour, zoals die voluit heet. En... Um, ja, je kunt eigenlijk naar het park toe. Uh, nu met een coronatest, je moet een QR-code hebben internationaal. Die laat je helemaal bij de ingang zien voordat je binnengaat. En dat was het dan ook. Dus je hoeft maar één keer eigenlijk je, je QR-code uit je zak te trekken en verder kun je gewoon heel de dag door het park in. Nou, uh -huh. in het park zelf hebben we verschillende bekende attracties die zijn. Uh... Nou, voorheen had je de waterbaan als je binnenkomt. Er was dan de Bermuda Driehoek Alien Encounter. Die ja. is nu ja, een beetje opgeknapt tot Area 51 Top Secret... Het, het, het is eigenlijk gewoon nog steeds dezelfde attractie. Maar ze hebben hem wel een beetje opgeknapt. Aan de buitenkant ziet hij er beter uit. De, de, de vulkaan is wat mooier gemaakt. Het spuitbeton is wat. Het peurschuim lijkt er een beetje op, is, uh, is opgeknapt. Uh, die was eigenlijk de helft van de dag nog kapot. Dus wij dachten nog van: oh jee, Dad, dan gaat hij niet open. Maar het viel mee gelukkig. Het was niet zo druk. Uh, we hebben lekker een broodje gegeten met de Subway in het park zelf. En uh, de achtbaan van Star Trek, Operation Enterprise, die was. Uh, die ging ook echt goed. Er was bijna geen rij voor. Lekker ritje is dat, Ja, hè? lekker ritje. viel ook op dat er bijna ja. geen rij voor stond. Ik had daar wel veel drukker bij verwacht, maar dat viel dus wel mee. En eigenlijk sowieso zaten we in alle ritjes wel, nou ja, maximaal 10 minuten, kwartiertje wachten. En sommige attracties waren echt een walk-on, zoals Van Helsing. Een paar attracties waren dicht, zoals e echt de binnenattracties, zoals de uh, uh, Lost Temple. Die, uh, ja, dat, dat, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat je het treintje niet goed kunt vullen omdat je met corona toch die afstand moet houden. Ja. Ja. Ergens denk ik ook: van goh, dat moet toch gewoon kunnen. Maar dat ding heeft anders zo'n laag ja. capaciteit. Want het is maar één treintje natuurlijk dat in en uit zo'n grote schermdoom rijdt. Dus ik snap het ergens ook wel dat die dicht is. Aan de andere kant op zo'n rustige dag als die dag. Had hij prima open kunnen, denk ik. Maar ja, goed. Ja. Zo so be it. Zo so be it. Um, ja, en, en ook gewoon al die infills. er zijn gewoon leuke dingetjes, weet je wel. Waar ik in, in, in Walden Studios sta je drie keer te wachten voor zo'n parachute drop. Nou, hier heb je zo'n Avatar Air uh, Glider. Um, de Jimmy Neutron uh, hangende achtbaan. Uh, de SpongeBob uh, wilde muizen achtbaan het, het zijn gewoon allemaal leuke, kleine, geinige dingetjes. Het is er allemaal. Het is ook bijna allemaal open. En ik heb gewoon echt nou nogmaals een leuke dag gehad. Het was Mooi een, een top begin van een, een trip. En toen ging je door. En toen gingen ging we ging door, door naar tripstril. Tripstril is een klein, ja, schattig daar ben ik benieuwd, daar. Ja, dat ligt in de bergen tussen de wijngaarden. nooit geweest, Thomas? Nee, nee, dat staat heel erg op mijn lijstje. Maar iedere keer... Het is net te ver voor één dag. Ja. Dus je moet, het, je moet er echt een vakantietje van ja. maken. Anders is het niet te nee, doen. Nee, klopt. Het is, echt, het is echt vijf uur rijden of zo. En daar midden in de bergen van Kleebron vind je dus het familieparkje Tripstril. Je mag gratis parkeren. Het is een uh, pretpark gecombineerd met een wildpark. Dat wildpark ligt daar uh, drie minuten rij vandaan. En ze hebben dus twee. Dat nieuw... heet ook Tripsril? Ja, gewoon Tripsrail Wildpark. Oh, ik ken dat helemaal niet. Oké, okay. uh, ja. ga door, sorry. En bij dat wildpark heb je dus ook een uh, overnachtingsmogelijkheid. Je kunt in een boomhut slapen of in een uh, scheverwagen, zoals het heet. Een, een, een Schapenwagen. Zo'n Pieper Clown houten wagen eigenlijk. Het uh, pretpark zelf. Is echt heel schattig. Ik heb het er al eerder over gehad in Team Talk. Het, uh, het is een familiebedrijf. En de slogan van Tripsdrill is met liefde gemaakt. Dus met liefde gemaakt. Dat zie je ook terug in alle decoraties. Het zijn allemaal net wat andere. Ja, andere anders gethematiseerde attracties daar zou denken. Dus je hebt een, een boomstammen uh, rap, uh, Wildwaterrit. Maar er zijn geen boomstammen, maar badkuipen. Dus je zit in een varende badkuip. Er uh, is een, een soort wilde muisachtbaan. Die heet Kezeng Tezau. En die gaat door allerlei kasteeltorentjes heen. Um, dan is er nog een houten achtbaan. Die hebben ze zelf gebouwd. De treinen zijn wel van een achtbaanleverancier. Maar de achtbaan zelf die hebben ze gewoon zelf gebouwd. Die heet Mammut, Ook een gave baan. Schokte wel meer dan ik me kon herinneren. Zit ook een voorshowtje bij met een zaag en rook en zo. Um, dan heb je nog Karacho. Dat is een, echt een gelanceerde achtbaan. En tot voorheen was dat eigenlijk ook de hoek waar het te doen was. Dus daar vond je dus de heftige achtbanen. Daar moest je naartoe. Maar sinds, uh, sinds een tijdje, sinds vorig jaar, hebben ze dus uh, twee nieuwe achtbanen geopend. Bij de ingang van het park. En dat zijn de Voldampf en Halsüberkopf. En dat is een heel leuk, mooi, nieuw themagebiedje geworden. Met natuurlijk weer een schapen- en geitenboerderij. En daar zit dus ook een, uh, een achtbaan in, Alla nou ja, Black Mamba eigenlijk een klein beetje. Zie je het een beetje als een V-Coma variant van Black Mamba. Dus je hangt onder de rails en je gaat ook door kloven heen. Echt van die, van die, van die berg uh, uitgegraven geulen waar je doorheen raast met je treintje. Ook weer een schattig, kneuterig thema. Je gaat in, het, uh, in de wachtrij ga je door een café heen. Um, en dat is dus hals uber kop. Je hangt eronder en je gaat over de kop meerdere keren. Maar je vergelijkt het met Black Mamba. Dat vind ik nogal een... ja. Voor de ik is dat nogal een compliment. Ja, zeker. Het is ook echt een leuke achtbaan. Het is ook echt een achtbaan die door het hele gebied raast. En hij, gaat ook, uh, hij maakt ook contact eigenlijk met die andere achtbaan, met Voldamp. Dus ze zijn ook tegelijkertijd gebouwd en geopend. Een voldamp is een attractie een achtbaan die vooruit en achteruit gaat. Dus het is eigenlijk een. Ja, dat is gewoon of junior, een Een family boomerang heet dat. Ja, vergelijk een, 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 een beetje. Rijk of, ja, precies vergelijk uh, een beetje met Rijk. Ja, maar ze hebben wel een leuk contact met elkaar. Want het, uh, het station van Hals-Uberkopf, daar zitten twee gaten in, in het dak en in de muur. En de rails van voldamp die gaat daar doorheen. En dus het treintje ja. gaat daar doorheen, stopt daar en rijdt dan weer achteruit om de rest van het parcours daar af te leggen. En het ja, station van Voldamf, dat is een glazen ja. dak. En daar gaat dus de rails van hals-hupen-kop overheen. En die maakt daar dus een inversie, een wokkel eigenlijk. Oké. Okay. Maar ik ben niet zo'n fan van die Vekoma Junior Boomerangs. Of kinderboomerangs, hoe ze. Ik vind dat het toch een beetje. Dat slaat, ja, maar dat, deze is echt, echt wel niet. leuk hoor. Jawel? Ja. Oké. Okay. Ze hebben hele dramatische capaciteit ook bijna allemaal. Ja, maar het was ik niet zo druk die dacht dat wij er waren. En ze werken okay. ook goed door. Het is een lange trein, dus ik heb er echt wel okay. goed gemaakt. Er zit ik zo'n geit op de achterkant van, uh, van die trein die zich angstig vasthoudt. Oh, oh dat is leuk. Ja. Ja. Maar het is, het, is, het is in die zin wel, wel een interessant uh, iets. Hè? Want, want we kennen de, de omgekeerde Vecoma's natuurlijk allemaal van de, de suspended looping coaster, ja, Vekoma de Vekoma's SLC's. LC's. Zoals Condor, Walibi. Ja. Ja, en en uh, hoe heet dat ding in. Uh, in het Moviepark. Ja, Moviepark park Express was het volgens mij, de MP ja. Express. Ja. En dan heb je nog de Vampire in uh, Wally -E Belgium. Ja. Dat zijn dramatische achtbanen natuurlijk. Ja. Het is niet vervelend, maar het, het rammelt. Het zijn niet, hele, ja. niet echt hoog aangeschreven achtbanen. En als ik jou nu een beetje hoor, dan is, heeft maar echt stappen gezet ja. met die in achtbaan. Is dit gewoon, want het, ze hebben er ook jarenlang geen gebouwd volgens mij. Nee. En is dit weer gewoon echt gewoon een, een gaaf ding? Dit is echt een gaaf ding. Ja. Ik vind het nieuwe themagebied is echt perfect. Het past ook prima binnen de Tripstril. en het ligt ook zo mooi. Hè? Dat hele park ligt helemaal mooi in die bergen. Dus je zit in die achtbaan, je wordt omhoog getakeld en je kijkt gewoon uit over een plek vol plezier. Midden in de bergen met in de verte alleen maar wijngaarden en mooie kerkjes. Het is een plek vol plezier. Een plek vol plezier. Het is echt heerlijk. Het, is echt, het park is echt met liefde gemaakt. En aan het einde van de okay, dag nog... Het uh, echt hoog lijst. Ja, aan, die, aan het einde van de racht nog... die thema's zijn heel raar, toch? Ja, dus je hebt ook nog een molen. De oud-wijvenmule. Dus de oude wijvenmolen betekent dat eigenlijk. En dan ga je dus met een, een zandzak glijden over de glijbaan af. Ook geen personeel oh, bij. Dat vind ik leuk. Sowieso heel weinig personeel inzet. Er is daar een Rapid River. Hè, dus uh, zo'nzelfde attractie als uh, de, bijvoorbeeld de Piranha of Django River of de El Rio. Daar zit dus één personeelslid. Die zit in zo'n hokje. En die kijkt een beetje of mensen goed instappen en zo. En uh, ja hoor, allemaal goed. Er zijn er ook twee infills, Twee, twee kleine attracties. Een soort draaimolen en een soort zweefmolen. Die zitten tegen elkaar aan. En er zit ook één medewerker daartussenin. En die geeft gewoon via de microfoon aanwijzingen van: ja, buigen we aantrekken. Ja, oké. Okay. En dan, ja, skates los En dan druk je op de knop en dan gaat het ding rijden. Zonder dat hij ook de buils <laughs> heeft geïnspecteerd of zo, maakt het allemaal niet uit. Um, ja. Ja, het is echt heel kneuterig. Dan heb je nog van die dieren-showtjes, maar dat zijn dan animatronic-dieren. En dat, dan gaat er zo'n oud gordijn open en dan zie je daar 27 boerderijdieren zitten... die liedjes zingen en tegen elkaar praten. Met een tribunetje ervoor. En die tribune zit vol. En dan zitten gewoon mensen te kijken met, met een braadworst en een, en een wafel. Nou, en dan gaat het gordijntje weer dicht. En dan gaat daar rechts van gaat er een ander gordijntje open. En dan is daar weer een ander showtje en dan gaan ze mensen daar naar kijken... Dat werkt gewoon, het slaat aan. Mensen vinden het leuk, hè? Duitse kitsch, maar het wordt helemaal fantastisch ontvangen daar. Um... Ja, ik, ja, ja, ik moet hierheen. En het is ook niet duur, toch? Tripsdrill. Nou ja, sterker nog, met je Efteling-abonnement of andere. Er zijn heel veel abonnementen van het preppark waarmee je gewoon naar binnen kan. Dus uh, check het even en echt, uh, ja, echt top. En als je dan daar ja, toch bent... is het het najaar ook nog open. Ja, en als je daar dan toch bent, blijf dan ook even slapen als je daar bent. Want ja, het is zonde om daar helemaal naartoe te rijden en vervolgens weer uh, door te rijden. Want je kunt prima En zo'n boomhut dan, hè? Ja. Prima slapen in zo'n boomhut of in zo'n chauffeurwagen. Echt leuk. En uh, ja, top. Ik heb er nou meerdere keren geslapen. Boomhut. Ja, ik heb, ik heb nu geloof ik twee keer in zo'n zo wagen geslapen en één keer in een boomhut. Iedere keer goed bevallen. Prima personeel. Goed ontbijt bevetten ook bij het, uh, in, in zo'n boshut die dan midden op de berg... Dat is wel onhandig. En bovenop op die heuvel staat moet je naartoe lopen. Maar dat is wel door het wildpark heen. Dus uh, wildpark heb je ook toegang met je abonnement of uh, met, je, met, je, met je ticket. Dus je kunt er ook gewoon zo naar binnen. Het is echt 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 een aanrader. Ik hou van Tripsreel. Echt leuk. Ja. Oké. Okay. Maar dat was dus de eerste twee dagen van de trip. En volgende week ga ik vertellen over Park en Rolantica. Weet je wat raar is? Op de site van Tripsteril? Nou, op de Duitse pagina heb je wel iets van een dan staat er uh, dat je een boegroense ding hebt dat je online kan boeken. Ja. Yeah. Maar op de Engelse dingen daar moet je bellen. Ja, het is... Ja. Of mailen. Het is, dit is, het is okay. qua... Ja, je moet daar niet heel veel Engels verwachten te kunnen spreken. Maar goed. Nee, dat, die Duitsers die kunnen dat niet. Nee, het, is, het, is echt, het ligt echt in zo'n zo gebied waar mensen niet heel goed uh, Engels kunnen. Dus dat is wel... Die boomhutjes zien er wel heel leuk uit, leuk, hoor. Hè? Ja. ja, kijk even op ons Twitter-account ook. Ik heb er ook een, een foto geplaatst van... Uh, van de boomhutten van Tripstriel. Ze gaan er 40 bij bouwen, omdat het zo'n succes is. Het is ook een familiebedrijf. En die, uh, die zoon, die Benjamin, die uh, heeft volgens mij grootste plannen. Dus ze uh, zijn lekker bezig daar. En het, uh, het zomerseizoen 2021 loopt tot en met 7 november. Ah, nou, kijk eens. Aan. Ik denk dat ik in oktober misschien een weekendje die kant op ga. Dat lijkt me echt leuk. Ja. Hé, hey, ehm. Um... We denken dat we tot slot even moeten naar Fantasialand. Ja, want we hebben een voiceclip binnengekregen. Het is een Duitse thema-uitzending eigenlijk vandaag. Een voiceclip van Jochen. Jawel. Ja, Jochen die, zat in, uh, die heeft in Fly heeft die gezeten. En hij heeft in uh, het, uh, het hotel gezeten bij Fly bij Rookburg. En we gaan even naar zijn voiceclip luisteren. Dag Maurice, dag Thomas. We gaan hier zo meteen het park verlaten na twee dagen van intens genot. We hebben hier twee leuke dagen achter de rug, zoals dat wel meestal het geval is in Brul. We staan hier op dit moment nog in Rookburg en jongens, het is een streling voor het oog. Mijn complimenten aan het ontwerpersteam van Fantasialand. Echt prachtig wat ze hier neergezet hebben. En dan Fly de Coaster. Het is een superleuke achtbaan. Een achtbaan met een ander karakter en beleving dan de meeste achtbanen. En dat maakt hem dan ook zo uniek. We hebben hem twee keer via Fastpass gedaan. Dus over de wachtrij kan ik echt niet veel zeggen. Maar je moet hem gewoon eens gedaan hebben. En dan de vraag of dit de achtbaan van het park is. Nee, dat denk ik niet. Maar dat is persoonlijk. Ik denk dat Taron toch nog op nummer 1 blijft. In een alle eerlijkheid. Als ik het even vergelijk met een andere nieuwe achtbaan die gebouwd is dit jaar. De Ride to Happiness in Plops aan de Pannen. Dan is misschien... Misschien de Ride to Happiness toch nog een beetje beter dan Fly. Maar nog eens, dat is echt wel persoonlijk. Maar het totaalplaatje, dat klopt. Fantasialand heeft er een prachtig gebied en attractie bij. We sliepen in het Charles Lindbergh Hotel en één woord hiervoor. Geweldig. De beleving is super en het, het is echt wel een aanrader voor iedereen. Het diner en ontbijt wat inbegrepen was in de formule waren gewoon weg. Top. En dan de tip van de dag: eh, en dat is echt wel een aanrader: eh, je moet eens naar bar 1919 gaan waar je een cocktail kan drinken. Het noemt een cocktail boil en het is echt wel een supercocktail. Niet go goedkoop, maar gewoon een keertje doen. Je gaat er geen spijt van krijgen. En tot slot, eh, als mensen twijfelen om. Eh, een trip te plannen nog naar Duitsland, naar Fantasialand. Je hebt een certificaat nodig om binnen te geraken, een bewijs van vaccinatie of een PCR-test. Vanaf zes jaar is dat wel. Ik moet je zeggen, het gaf me toch wel een iets geruster gevoel. Alle mondmaskers moesten enkel in de rij en tijdens de rit op. En bij de attracties waar wat wachttijd stond, waren er zelfs medewerkers van Fantasialand die in de rijen controleerde of iedereen mooi zijn mondmasker ophield... en de draagplicht uh, ja, een beetje aanhield. Zo, we gaan hier stiltjes aan terug naar België vertrekken. Tot snel, jongens, en veel groeten uit Brul. Ja, Maries, ik wil weer terug naar de... ja, Ik, ho ik, ik hoor de verhalen, ik, ik hoor de muziek, ik hoor de sfeer. Ja, ik ben... ja, wij zijn er toen één keer geweest, maar dat was het. We zijn ja, eraan nu Wel echt, Wij zijn toen echt gigantisch in de watten gelegd door Fantasieland. Ja, ja. Uh, en wij zijn onafhankelijk. Dus je kan ons nog zo erg in de watten leggen dan, dan nog, zullen wij onze eerlijke mening geven. Ja, maar... uh, dus uh, onze mening over het in de watten leggen was echt heel fijn. Nee. Maar ook het, het was, het, onze mening daarna over Rookburg was ook wel echt oprecht. Het is echt een ja, het is prachtig heerlijk. themagebied. Het is heerlijk. De achtbaan is geweldig. Ja. Doodeng, vind ik nog steeds. Ja. Maar geweldig. Ik, ik, vind hem, ik vind hem, wat, wat Jochen ook al zegt, Taron staat bij mij ook op één. Uh, ja, wat vond jij, Thomas? Vind je Ride to Happiness? Uh, ja, hij vindt Ride to Happiness vindt hij wel beter dan Fly, maar jij vindt dat niet, denk ik dan? Hè? Dan is nee, maar ja, nee, dat, 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 dat is niet zo. Vind ik niet. Oh, geen maar je weet, ja, ik vind Ride to Happiness te heftig. Ja. En ik vind Fly, uh, dat is een hele unieke ervaring die je nergens in de buurt hebt. En de ervaring van Ride to Happiness, die staat op iedere kermis en daar heet die Ghost Rider. Ai ai ai. Thomas, ja, uh, Jochen dus... had het nog over testen in Duitsland. Misschien, ja, ja. we willen het toch een klein beetje proberen te vermijden iedere oh, keer. Maar corona. Ja, we je moet het wilt, toch ja, even ja. over hebben. Jij weet er wat van. Um, gaan we nou testen voor toegang in pretparken of niet? Op het moment dat wij dat opnemen, is nog niet helemaal duidelijk hoe de veiligheidsregio's, hoe de want die moeten de handhaving hangt. uitvoeren, ja. hoe die uh, de regels interpreteren en hoe ze dat op pretparken gaan leggen. Maar we weten dat pretparken en dierentuinen voor de toegang tot het pretpark en dierentuin... geen toegangsbewijs... corona toegangsbewijs hoeven te controleren. Dus nee. um, dat hoeft niet. Maar horeca binnen moet dat wel. Terras ook niet. Dus wat je zal krijgen... en dat is het enige wat je zal zien in pretparken waarschijnlijk... is dat als je binnen gaat eten bij Pollers Keuken... Uh, Restaurant... dat Pinocchio ding... Uh, daar zal je als je naar binnen gaat... en je gaat daar ook daadwerkelijk binnen eten... Mm -hmm. dan zal je je corona toegangsbewijs moeten laten zien voor afhalen, dus bijvoorbeeld je gaat naar binnen bij het Witte Paard, maar je gaat daar niet binnen eten, maar je haalt alleen daar je dienbladje en je gaat vervolgens buiten op het terras zitten, verwacht ik dat je niet je corona toegangsbewijs hoeft te laten zien. Er is gisteren ook, net als we het opnemen, gisteren is er ook in de Tweede Kamer een motie aangenomen om die terrassen uit te zonderen. Mm -hmm. Dus uh, waar het nu op lijkt, uh, ja, ontspringen de pretparken echt de dans. Er zit natuurlijk één heel gek ding in, is dat bioscopen en theaters moeten het wel. Ja. En Sommige dingen in pretparken lijken best op theaters en bioscopen. Denk even aan Fabula. Is dat nou een bioscoop of niet? Is een theatervoorstelling in een pretpark als Ravelijn, is dat nou een theatervoorstelling of niet? Ja, raar, en ja. uh, evenementen hm. moeten het ook. Een corona toegangsbewijs vragen. Maar is Halloween in een pretpark nou een evenement of niet? Ja. Nou, we hebben vorig jaar al gezien, toen was er namelijk formeel een evenementenverbod. Toen hebben ze bij, bij Toverland heel snel het woord evenementen overal van de website afgehaald. Uh, het is geen evenement, het is gewoon reguliere parkexploitatie. Ja. Uh, ja, dat argument zal nu weer gebruikt worden. En bij die theatervoorstellingen en, en, en een Fabula, begrijp ik dat in ieder geval de Club van Elf nu zegt: ja, dat zijn gewoon attracties. Ja. En voor attracties hoeft het niet. Ja. Ja. Dus uh, zoals het er nu uitziet. Vanaf 25 september uh, geen anderhalve meter meer in de pretparken. Volle treinen, dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben benieuwd wat dat doet met de wachtrijen. Ik denk dat het ook even wennen wordt misschien. Mm -hmm. uh, die achterlijke spatschermen overal kunnen weg. Tjew. nou ja, achterlijk zijn ze niet, want ik was wel voor dat die pretparken iets deden tegen corona. Maar ik vind ze spuug lelijk, dus dat kan allemaal weg. Ja. En dan ziet het er allemaal weer ben je net een beetje beter uit. Um, maar uh, het lijkt erop dat de pepparken uh, de dans ontspringen en dus geen corona-toegangsbewijs hoeven ja. te vragen. Nu is het wel. Het is misschien wel een beetje oneerlijk, maar ja, het moet wel. Ja, nu is het zo dat ik in. Ik had het er niet over gehad, maar in mijn Duitsland-trip. dat bij Move Back Germany werd ik dus bij de ingang gecontroleerd eenmalig. Terwijl in trips erin -trip mocht ja. iedereen gewoon het park inlopen. Maar als je naar een plek ging waar je binnen moest zijn, zoals de wachtrij van Jezenk de of Carajo of in de restaurant. dan moest je bij de ingang van die desbetreffende locatie je, je QR-code laten zien. Ja. Nou, gezien het personeelstekort bij de Efteling en bij Toverland en bij alle andere parken eigenlijk lijkt het mij sterk dat ze bij elke overdekte locatie iemand gaan neerzetten dat denk ik ook, maar er zit één gekke discussie in um, en daar heb ik om duidelijkheid over gevraagd en dat is me nog niet helemaal gegeven mm -hmm. mag je nou, als je niet bent toegewezen als plek waar het moet mag je er dan zelf als bedrijf voor kiezen om mensen te vragen om een corona toegangsbewijs Oh, dat je zelf het niet antwoord, zou mogen? Het antwoord daarop lijkt nee. Mm. Omdat je namelijk te maken hebt met privacyregels en je mag dat niet zomaar eisen van mensen. Okay. Dat mag in principe alleen als je bent aangewezen als een plek waar het moet. De discussie die speelde bijvoorbeeld bij kerken. Mogen kerken nou zelf zeggen: wij doen dit? Nou, het lijkt erop dat kerken het wel mm. mogen, want het is geen openbare plek. Kerk is mogen geen hulpbare plek. Dan ben je een vereniging, dus die, die mogen het wel doen. Maar kerken hoeven ook geen beperkingen. Die mogen gewoon helemaal los. Ja. Die hoeven die, die pas ook niet te vragen. Kijk, mogen alles, uh, maar hoeven niks. Mooi, hè? Maar een pretpark is in theorie een, 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 gewoon een bedrijf die gewoon klanten ontvangt. En uh, dan mag je niet zomaar ja. dat uit, uit eigen beweging doen. Hmm. Wat zou kunnen, denk ik, is dat pretparken wel iedereen binnenlaten, Maar bij de ingang kunnen vragen. Heeft u een corona toegangsbewijs? De corona check app. Kan ik die dan scannen? Dan krijgt u van mij een bandje. Ja. Waarmee u in het park toegang krijgt tot de binnenlocaties van de restaurants. Ja. Dat zoiets kan ik me voorstellen, maar dat betekent dus niet dat je het park niet binnenkomt als je uh, geen iets, corona-toegangsbewijs ja. hebt. Ja. Uh, dus, de, want ik zag alweer de discussie ook een beetje ontsporen. met mensen die heel erg uh, pro-corona-maatregelen zijn. die zeggen. ja, schandalig dat die parken niet uit eigen ja, bewegingen ze, doen. Ja, maar ze mogen dat uh, dus blijkbaar helemaal niet. Dat wist ik helemaal maar niet. Ja, okay. de, de, de vraag is of dat uit eigen beweging zomaar mag. Hmm, dat, ja. uh, en, en daar valt dat voor te zeggen, omdat. dat uh, is ook weer een hele andere discussie. maar. Uh, het is natuurlijk wel een privacy-ding. Ja. Uh, ja uh, he, zeker. Uh, en. Um, ja. En ik moet eerlijk zeggen, de, de discussie over de, het coronaturgelewijs, mensen helemaal boos zijn, schandalig. En uh, dat werkt toch niet? Nou ja, goed, die kan je voeren, zo kan je erin staan. Ja. Ik heb daar verder geen mening over, maar je moet wel zeggen, de afgelopen maanden hadden wij de regel in Nederland bij de HORECA: een verplicht checkgesprek en verplichte registratie. Oh. Nou, kom ik nog wel eens in de HORECA, maar heb jij ooit wel eens ergens een checkgesprek als je een broodje gaat eten? Nou, helemaal in het begin wel. ja. Helemaal in het begin. Ja. En dan hangt dus er zo'n papier met. Uh Vloet u hier aan? Ja, oké, okay. goed. Wordt toch nooit meer gecontroleerd? Nee. Als ik aankom bij de Efteling. In het begin deden ze wel netjes vragen. Kunt u al deze vragen met nee beantwoorden? Weet je dat nog? ja Doen ze nu ja. ook niet meer. Nee. Zouden ze formeel wel moeten? Doet ja. niemand meer. <middelete> vindt ook niemand <middelete sentiment> erg dat ze dat niet meer doen. Nee, klopt. En ik ben. Ik heb het vermoeden. Maar dat weet ik niet zeker. Maar ik heb het vermoeden dat het met die corona-check-app een beetje hetzelfde zal gaan. Hè? In het begin zal iedereen netjes dat ding controleren. Op een gegeven moment ja. gelooft iedereen het wel. Dat, dat, ja, dat denk ik. Dat denk ik ook. En bij theaters en sportwedstrijden en festivals, daar zal het nog wat strenger zijn. Want dat zijn echt keihard in de voorwaarden voor die bedrijven om open te gaan. Uh, ja. Moet dat. Maar ik kan me voorstellen, dat de horeca, dat zijn zoveel plekken in Nederland. Ja, is ja. te doen. Ja. Nee. Nou ja, de, de, de restaurants zullen het wel gaan doen. Alleen. Uh, het, 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 het wordt niet zo streng, denk ik, als dat het misschien nu lijkt. Maar de, de praktijk moet het uitwijzen. Ja. Heeft u onlangs nou, nog klachten gehad, meneer? Ja, wel over Disneyland Parijs, maar geen... Uh... <laughs> ik wist dat je die klap ging maken. Dat is zo voorspelbaar. <laughs> ja. Nog één ding. Eventjes. We kregen nog ja. een, een vraag op Twitter. Van, uh, gaan jullie het nog hebben over het, uh, de ambitie van Toverland? Uh, in 2040 3,7 miljoen bezoekers per jaar. Uh, ja, goed, we hebben het al vaker gehad over In de. 2040? Ja, over de bestemmingsplan van Toverland. <laughs> met de verbredings. Uh, wat was het? Is dat voor of na de overname door Studio 100? Ja, geen idee. <laughs> Als ik zo, uh, de... Als ik zo Toverland zelf hoor, dan zijn ze niet van plan om ooit de bol te verkopen. Uh, en dan zeggen ze. Het bestemmingsplan ja. verbreden, kwijt, hè? Weet je wat Daar hebben we het over gehad? Ook dit is weer een park met gigantische potentie. En ja. ze hebben nu blijkbaar ook, ook bestuurlijk gewoon de optie... Hè, met, de, met de omgeving en, en, en met de, de omgevingswet en Ja, het, wel leuk. Het, en het is dus een test. het wel Het is een landelijke test eigenlijk. En zij vallen daar dus mee in. Ja, we hebben het hier wat vaak vaker over gehad. Maar ze hebben nu dus... Heel ing, die, die omgevingswet is echt, is echt ongelooflijk ingewikkelde materie. Echt? Ik zou ja het, Ja, zeker ja, dus Dat lijkt heel makkelijk. Ja, dat je ja, meer ja, het, vrijheid hebt. Het wordt hebt. voor die bedrijven makkelijker. Ja, precies. Onderlicht de de de, de theorieën die daarachter zitten en de wetgeving is echt ongelooflijk ingewikkeld. Ja. En het loopt ook al jaren. Het, is echt, het wordt ook heel vaak uitgesteld en zo. Dat is echt, ja. Nou ja, als je een deskundige over de omgeving vet kan vinden, die, die lult hij de oren van de kop. Echt, het is niet <laughs> te doen. Maar het uh, uh, ja. punt voor ons als fans is het belangrijkste, denk ik. Ze noemen 240 met 3,7 miljoen bezoekers per jaar met een vakantiesoort, uh, ja. hotels, alles. En um, dat is het maximale potentieel. En het overland heeft de ambitie om uit te groeien tot een meerdaagse vakantiebestemming. Maar over onze max van 800 kamers in 20 gaat echt. Gaan realiseren met een hotel, kampeerplaatsen, een bungalowpark en overcamping, zal de toekomst goed uitwijzen. Uh, ja. De buren, ik ga even naar de laatste linie van het artikel, uh, de buren maken zich onder meer zorgen over verkeersoverlast en lawaai. Ook zijn ze bang dat hun dorpen over 25 jaar zijn opgeslokt door de ambities van het overland. Dat is bij de Efteling ook gebeurd, stelt de werkgroep. Nou, uh, we gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Kijk, weet je, dit is een beetje alsof uh, jij en ik naar het ABC restaurant gaan. Ken je hmm. dat? Ja, dat weet ik. Ja, wat? daar ben ik afgelopen week nog geweest. Ja, dat is een buffet. buffetrestaurant vlak bij Toverland. Oh, en ja. uh, wat er nu bij Toverland eigenlijk gebeurd is, is dat uh, wij zijn even Toverland. Wij komen aan bij de ingang van het ABC restaurant en dan vraagt uh, de manager hoeveel willen jullie vanavond eten? <laughs> Twee voor de volle borden, drie volle borden, vijf volle borden of tien volle borden? Ja. En dan zeggen wij vijftien. nou doe maar tien. Oh. Ja, vijftien. En, maar dat krijgen we nooit op, want bij bord 3 zitten we vol en, en, ja. en, en is het klaar. Maar dat is dus. En, en dat is nu ook bij Toveland. Je moet gewoon even de ruimte aangeven. Ja. En dan, dan zet je zo hoog mogelijk in. Want zo, dan weet je zeker dat als je dan kan gaan uitbreiden, als ja. het allemaal succesvol wordt ja. en gaat en ja. loopt. Ja. 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 Dan, dan dat je in ieder geval de ruimte hebt. Dat je niet tegen allerlei uh, limieten aanloopt. Dat ja, zit hier achter natuurlijk. Maar dat betekent niet dat het daadwerkelijk zo gaat zijn. Nee, dat klopt. Dat zelfs die, die, die platte gronden die we hebben van de wereld van de Efteling 2030. enorm ja, een enorme cirkel, ja. ja, ja, ja. Nou, mijn bolle kont dat het er zo uit gaat zien in 2030. Dat is over negen jaar. Ja. Ja, zeker niet met uh, al die tegenslagen in het moeilijkste jaar ooit natuurlijk. Maar goed. Nee, dat is waar. Ja. En hoe lang blijft de huidige directeur nog? Misschien heeft de volgende directeur wel heel andere ideeën. Geen Ja. Idee. Ik ben nog niet gebeld. Jij wel? Ja, ik denk dat ze iemand anders uh, op, uh, op het oog hebben. Dat denk ik ook, ja. ja. Um, volgende week zijn we er weer, hè? Ja, ik denk het ook. Mooi, man. Ja, lekker. Ik vond het een leuke aflevering. Teamtalk.nl slash reageren. Stuur een berichtje, is leuk. Zeker. Ik vond het weer heerlijk, Thomas. Ik zou zeggen, uh, dankjewel voor deze aflevering. En uh, tot volgende week. Tot volgende week.